Goedemorgen. Wat ga je doen, Rio? Het is vandaag maandag. En... Wow. Ja, wauw. En er werd aangebeld en ik kreeg een pakketje van Alex de Label. Maar superleuk. Ik heb donderdag mocht ik wat uitkiezen en toen heb ik gezegd, nou maak maar een mooi pakketje. En het is er gewoon vandaag maandag al. Dus echt een paar dagen later is het gewoon vanuit Nederland in Korea. En ik ga het zo even openmaken. En dan zal ik het later eventjes voor jullie aanpassen. En ik ben heel benieuwd. Wauw, Rio. Dat is mooi. Superleuk. Blouseje. Wauw. En? Een heel mooi rokje voor mama. Mama. Mama die aandoen? Goedemorgen. Ik heb gisteren niks gefilmd, dus het is vandaag woensdag. Gisteren hadden we eigenlijk gewoon een heel lekker dagje. En was ik mijn camera thuis vergeten en gingen we onverwachts eventjes naar Hyundai. Hebben we even lekker een geurkaars gekocht van Jo Malone. Deze is echt super lekker. Velvet Rose en Oud. Oud. En daar eventjes geluncht. En nu heb ik me klaargemaakt. Ga ik eventjes met Vicky en Natasha lunchen bij Madame, als het goed is. Het weer ziet er nog niet heel veelbelovend uit. Maar dat gaat goed komen. Dus ik ga even een koffietje beneden halen en dan ga ik wandelend naar de stad toe met Vicky. Hoop ik wel dat het droog blijft. Het staat wel op de weerapp. En we gaan nu een andere route lopen, want die had Vicky gevonden. Kun je nagaan. Ik woon hier al 2,5 jaar. Maar ja, dat is dus wel gezellig. En ik heb er zin in. Zo, ik weet niet of je het goed kan zien. Maar ik heb een pantalon van de Zara aan. Een oversized blazer van de Zara. En een lila t-shirt hier ergens uit een soort van tropperig winkeltje. Verder heb ik voor het eerst sinds tijden weer een haarband in. En Nike's. En een tasje van Jacquemus. En het lijkt een heel klein tasje en eigenlijk is het dat ook. Maar het is echt een van mijn favoriete tasjes. En je telefoon past er precies in. En je portemonnee en je paspoort en misschien nog een lippenbalsem. En dat is het wel. Dus als je ervan houdt om heel veel spullen mee te nemen, dan kan dat niet. Ik heb nooit zo heel veel spullen bij me, alleen van Rio. Maar dat zit toch in de grote tas. We zijn nu in Hyundai. En we zijn naar de stad gelopen. Echt heel lang. Met Rio aan mijn hand. Want hij wil niet te wagen. Zo. En die drukt op alle knopjes. We staan ondertussen al bij de 10 minuten bij deze lift. Het duurt echt veel te lang. En Natasja is onderweg hier naartoe. Maar Vicky had wat koffie nodig bij Nespresso, dus die zijn we nu even aan het halen en dan gaan we lekker naar Madame lunchen. En Rio is echt... Ik ben zo blij met het rugzakje, want hij rent alle kanten op en hij wil zijn wagen niet in. Maar goed. Goeie muziek, hè? Heb je geen genoeg publiek? Rio, kijk eens naar mama. Ik heb dus net hard gelopen met Vicky. En het ging super goed. We zijn deze week begonnen. En heel misschien willen we wel de marathon van Seoul gaan lopen als alles volgens plan gaat. Ik heb zelf 2 keer de marathon van New York gelopen en de 3e keer ging niet door omdat ik toen ineens zwanger bleek van Rio. Dus het zou echt heel tof zijn nu ik hier toch ben als ik dat nog een keertje zou kunnen doen. En ik kom dus net thuis en kijk eens wat papa voor Rio heeft gehaald. Hey, glijbaan. Wow, wat cool. Eentje. Heel leuk, schat. En een keuken, zei je. We hadden echt bijna geen speelgoed. Het was allemaal van voor die tijd dat we naar Nederland gingen. Dus allemaal een beetje kinderachtig voor hem. Maar dit is wel heel leuk. Ga proberen. 1, 2. 1, 2. Misschien wel een beetje naar achter, mop. Ja, als hij valt. Even wisselen.
Cool. Echt een grote jongensglijbaan. Hoe heb je dit allemaal meegekregen? Dat vraag ik me ook wel eens af. Jullie, hoe heb ik dit boven gekregen? Vet cool, Rio. Het is inmiddels hier, wat is het vandaag, schat? Woensdag of donderdag? Donderdagavond. En we gaan een hapje eten bij een nieuw restaurantje. Dave kreeg via zijn Instagram een uitnodiging om ergens te gaan eten. En het zag er echt mega lekker uit. Dus ik ben heel benieuwd of we het kunnen vinden. En of het ook zo lekker is als dat het er op Instagram uitziet. Nou, we zijn er in ieder geval klaar voor. Want Dave zei net ineens om 5 uur van, ja, om 6 uur gaan we eten. Dus ik dacht, oké, dan moet ik in de houding springen en met mijn schort omstaan. Maar hij bedoelde dus, gelukkig, dat we ergens gingen eten. Dus dat is helemaal toppie. Ik heb voor de verandering iets anders aan dan een jogging outfit. Een blouseje van Revolve. Op Revolve heb ik dat besteld. En spijkerbroek. En mijn loafers. Ja, we zijn er klaar voor, denk ik. Rio, ben je er klaar voor? Jee. Jee. Even de chaos aan het organiseren hier. Daar ben ik heel blij mee. Ik had vandaag eigenlijk, daarom had ik ook niet gefilmd, een beetje een off day. Omdat het alleen maar chaos is. Dat ik de hele dag aan het opruimen ben. Misschien heel herkenbaar. En nou, koken, wassen, opruimen. Gewoon de hele dag door. Dus ik ben wel heel blij dat we even het huis uit gaan. En een hapje gaan eten. En... nou, Dave is het hier een beetje aan het organiseren. Let's go, zou ik zeggen. Heel goed, Rio. Hij houdt gewoon zo'n masker op. Ik wil niet te vroeg juichen. Wat ben je mooi? Kijk eens naar mama. Goed zo. Goed zo. Dave zei net al, als hij dit over 15 jaar ziet, dan denkt hij echt, what the fuck was dit? Hopen we, tenminste, dat het niet normaal gaat worden. En het is niet per se dat we voor een mondkapje zijn, maar het is hier gewoon overal verplicht vanaf 24 maanden. En Rio is inmiddels 22 maanden. Dus ik hoop dat hij een beetje eraan kan wennen, anders kunnen we dus gewoon nergens meer heen. En dat zou wel echt shit zijn. Leren, hè? Loop. Nou, mop. Ik heb hoge verwachtingen. Ja. Ik heb me helemaal opgedoofd. Sterrenrestaurant, hè? Hallo, je nou. Ga je me blij maken met een dode mus? Hey, wel een leuk speeltuintje voor Rio. Kijk. Oh, het is hier de barbecue, denk ik. Oké, het ziet er wel echt mooi uit. Moet het toegeven. Wauw, lekker. Het eten is mega lekker. Er is geen menukaart, dus je krijgt gewoon het potschap. Dus dat vind ik ook wel een beetje spannend. Maar Rio is echt mega ondeugend en stout en alleen maar vervelend. Rio. De eigenaar heeft gewoon het restaurant op slot gedraaid, zodat Rio niet kan ontsnappen. Zo erg is het. Echt waar. Ik heb net hard gelopen met Vicky. We hebben het even over het bamboepark gehad, waar wij al zijn geweest. En toen kreeg ik net, toen ik net even lekker relaxed in bad zat, een berichtje van... zullen we naar het bamboepark gaan vanavond, want dan is het helemaal verlicht. En toen dacht ik, ach ja, waarom niet? Als deze ervoor in is, is voor Rio ook leuk. Ik heb kimchi. Dan gaan we dat gewoon doen. Dus ik heb heel snel weer mijn kleren aangetrokken. En we gaan dus nu naar het bamboepark. Yay! Yay! Oké. Auto. Auto. Ja, we gaan met de auto. Gelukkig wel. Hier. Ik ben helemaal kapot. Ik heb vandaag naar de HomePlus gelopen. Ik heb al een keer de hond uitgelaten. En ik heb net hard gelopen dus. En nu gaan we door het bamboepark struinen. We zijn lekker actief bezig. Voordat ik het vergeet. Dit is de keuken die Rio heeft gehad. En hij is dus roze, wat helemaal niks uitmaakt. Ja, schat. Maar hij is ook een beetje krakkemikkig. Maar Rio vindt hem top. Ja, doe hem aan dan. Ik heb hem net al aangedaan. Ja, kom op. Zit er dus een wagentje vol geladen. Kimchi. En We are on the way. We are on the way. Piep, heb je er zin in?
Nee. Oh. Nou, oké. Okay. Kindje wel, hè? Kindje gaat op straat. You're such a cutie. Eerst eventjes ergens, want het is al 6 uur, voor de grootste honger even een broodje ergens halen. Een soort van nieuw, voor ons nieuw in ieder geval, tentje. Met volgens mij Europese broodjes. Ja, het schijnt dus zeg maar de straat erachter te zijn. En dus ik ben benieuwd of het lekker is en de moeite waard. Dus we rijden nu achter Vicky en Lucas aan. Ik ben benieuwd. Het moet wel een heel lekker broodje zijn. Zo. Ergens in de bergen. Show us, Vicky, how it works. How Korean people do sports. Workout, yeah. There she goes. Oh my god. This is very hot. And then for 1 hour. 1 hour and then my head is exploding. Huh? Now I understand the exercise. And this one? This looks like a bench to me. I know it's sit up. But you know this? Oh yeah, this is the twist. Very hard. This is the twist. This is the hardest exercise. But this park looks nice for kids. It looks like a fort. We hebben dus net binnen eten besteld. Het zag er super leuk uit en het was dus vegetarisch. Dat zie je hier dus niet veel. Maar Vicky en Luke hebben dat zelf aan iemand gevraagd en die heeft het opgezocht voor ons. En, dus het is wel leuk. En we gaan het dus hier buiten opeten, want Kimchi mag niet naar binnen. En dan kan Rio hier buiten lekker spelen. Voordat we naar het bamboepark gaan. Waar is dan je vriend kijken? Wauw! Rio, zeg maar wauw! Wauw! Funny, hè? Nee. Wauw! Je ziet het niet heel goed op beeld, maar het hele bamboebos is verlicht. Mooi, hè, Rio? Wauw! Nou, dat was dus het bamboepark. Ik weet niet of jullie er iets van hebben gezien, maar het is echt zo iets sprookjesachtigs. Het is echt super mooi. Alleen ik heb het idee dat het niet echt op de camera uitkomt. En we lopen dus nu het park uit en iedereen is nog een soort van aan het eten. Het ziet er super gezellig uit. En je kan niet wachten om hier in de zomer gewoon wat vaker met de kleed te gaan zitten. En hier zijn step mee te nemen. Echt heel gezellig. De mannen die zijn een nachtje weg, want die spelen morgen in Suwon. En vandaag komen Vicky en Carlo hier eten. En we eten iets heel gezonds. Noedels. We hebben zelf noedelsoep gemaakt. En ik ben benieuwd of het lekker is. Yummy! Yum! Lekker hoor, Rio. De mannen zijn nog steeds in Suwon, als het goed is. En die spelen vandaag om 2 uur. Dus we zijn al heel vroeg uit de veren. Het is nu 9:30. En ik heb om 10 uur met Vicky afgesproken. En dan lopen we naar het bamboepark. En dit keer overdag. En willen we een beetje de buurt daar gaan ontdekken. En nieuwe restaurantjes. En ik vind het super leuk dat zij daar ook heel erg van houdt. En ja, Dave is natuurlijk gewoon moe als hij uit trainen komt. Dus die heeft dan geen zin om nog met mij een rondje te lopen. En alleen is het toch een stuk minder leuk. Dus ja, daar ben ik heel blij om.
En ik ga dus van huis met de step, met het rugzakje, met de wagen. Mama! Oh, die nu omgegooid wordt, ja schat. Mama! En dan gaan we dus, het is 2,5 kilometer, dus het valt mee. Dan gaan we naar het bamboepark lopen. We wandelen dus nu vanaf ons huis, wat daar is, in de verte, naar het bamboepark. En kijk, hier is iedereen gewoon aan het putten. Gewoon gratis. Het is gewoon een vrije baan waar je gewoon van huis met je tas kan gaan putten. Echt super leuk. Dit zou mijn vader helemaal top vinden. Dave is niet per se een golfliefhebber. Maar in mijn familie spelen er best wel wat mensen golf. En Vicky en ik hadden het er net over dat het best wel leuk is om een keer te gaan doen. Maar dan moeten we eerst dus golfspullen hebben. Want het ziet er niet naar uit dat je die hier kunt huren. Of misschien daar wel in het tentje, dat weet ik niet. Even kijken. Maar super leuk. En het weer is hier nu ook gewoon super mooi. Heinig, hè? Very nice. Dit is echt de eerste golden retriever die ik hier in Ulsan heb gezien. Wat een cutie. Kom maar, cutie. Kom maar. Zo'n mooie omgeving. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Jamzie. Die heeft een lekker ijsje en wij zijn aan het wachten op ons eten. Kimchi zit aan de boom. En Vicky en Carlo. Hallo. Just relaxing. Dat was het voor deze week en ik hoop dat jullie het leuk vonden en zie jullie volgende week weer. Doei!